hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag, even kijken. 12 november. Het is nu 10 over 11. Ik sta nu eigenlijk op het punt om weg te gaan. Ik heb namelijk afgesproken met Samantha in de stad. Want we gaan even vandaag gezellig naar de bios. We gaan naar de film Last Christmas. I give you my heart. But the very next day you give it away. Nou, we gaan naar de film Last Christmas, dus super zin in. Echt, het is ook een druilige kutdag. Dus we dachten, een kerstfilm kan geen kwaad. Ik moet ook nog wat pakketjes op de post doen. Dus dat ga ik ook doen vandaag. Ik neem jullie gewoon weer mee in mijn week. Dus let's get started into my week. Yo recuerdo aquel momento en que yo te vi. No sé cómo explicarlo. Siento por ti, no pude disimular, algo cambió en mí. El termómetro subiendo y te quiero decir. Hey, goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag en inmiddels zit ik op de bank en ik ben met Cindy. Yay! Feestje, feestje. Beweeg je hoofd, beweeg je hoofd. Hey! Ik ben niet alleen met Cindy, maar ik ben ook met deze twee hele leuke tassen. Vol met eten. Pak even dat wat er ligt. Rijk hem aan. En we hebben namelijk dit gekocht. We dachten, ik moet het voorbeeld geven aan kinderen. En die mogen natuurlijk niet onder de 18 drinken. Maar wij dachten, wij wel, want wij zijn 22. Dus wij gaan aan de Jip en Janneke champagne. En we hebben er niet één. Nee, nee, nee. We doen het gelijk goed. Dus we hebben er twee. Kinderen onder de 18 mogen niet drinken. Cindy, je mag niet drinken. Fuck. Fuck my life. Dus ik ga jullie eventjes meenemen in deze dag. En dan gaan we beginnen met de vlog. Komen uit de diepvries. Nou, we staan er weer hoor in onze vertrouwde hok. We gaan weer bakken, frituren. En dit keer hebben we mini. Papa Hoena! Mora! Domme doos. En we hebben mini snackies. We hebben cashewfrietjes. 4 minuten. Wat denk jij? Iets blender of zo? Dat je zo zit dat er. Work. Okay. Check it, baby. Shit voor me, shit. Vorig jaar hebben we 12 kaas vlees en heel veel snacks, dus ik weet niet. Dit hebben we wel genoeg. Ik ga niet nog meer maken hoor. Nee. Maar we gaan lekker bakken, frituren en zo. En ja. That's the planning for today. Yo. Doe mijn ring af voordat hij dadelijk afvalt. Komt ie. Heel goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag en ik ga zo meteen weg. Het is nu bijna 12:30. Ik heb namelijk met Nina afgesproken in de stad, want we gaan even wat lunchen. En gewoon even rondkijken in de stad. Kerst misschien alvast wat inkoopjes doen voor de kerst. Zo moet ik het voor verwoorden, die zin. Dus wat ik aan heb, deze trui is van de oude collectie van de H&M. Broek is ook van de H&M. Schoenen zijn van Champion. Ik neem jullie mee. Let's get started. We gaan beginnen met deze dag. Nina, ja. Hoe ga je dat broodje eten? happen. Ik ga dit lekker eten. Joejoe. Oké,
Oké, ik ben dus nu op Nina aan het wachten, want Nina is even wat ophalen. En kijk even dan, ik sta nu op de beestenmarkt. En ik ga nu gewoon even lekker wachten op Nina. Nou, zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Het was super gezellig. Eva met Nina in de stad. Ik heb ook nog wat dingetjes gekocht. Dus dat ga ik jullie ook eventjes laten zien. Ik doe even mijn deur open. Dus dat ga ik nu even op mijn bed gooien. En dat laat ik jullie nu zien. Het is weer tijd voor een shoplog. Ik ben bij de Hema geweest. En ik ben bij de H&M geweest. En laten we beginnen bij de Hema. Daar heb ik een nieuw dekbed overtrek gekocht. Namelijk deze. Met maatjes en zo. En ik heb nu een wit dekbed. Alleen die moet echt in de was. Dus ik dacht eventjes weer een nieuw dekbed. En dan heb ik ook nog, zeg maar, voor mijn matras heb ik deze Hotel Cotton Percale-achtig gekocht. Deze. En ik vond het contrast super mooi. Lekker zwart, lekker chill. En deze heb ik gekocht. Dan gaan we over op de H&M. En daar heb ik best wel wat gekocht. Namelijk als eerst dit nieuwe telefoonhoesje. Het is best wel lastig om voor mijn telefoon, ik heb de iPhone 8 Plus, een telefoonhoesje te vinden. En ik vond deze wel echt heel erg leuk. Dus die ga ik er zo op doen. Ik heb momenteel deze, dit hoesje erop met marmer. Maar ik dacht, deze is ook leuk. Dan heb ik deze roze trui gekocht. Die vond ik super vet. Met op de achterkant een leuk roosje. Met, er staat op More Amour. En er staat 87/1987 op. Dus die heb ik gekocht. En dan het volgende. Dat zijn deze twee colletje truien. In het bruin heb ik hem gekocht. En in het blauw. Die vond ik super tof. En deze draag ik dan bijvoorbeeld onder een sweater of zo. En dat vind ik wel tof. Ik heb ook in het zwart. Dus ik hou van dit soort colletjes. Dan heb ik ook nog deze witte trui gekocht. Vond ik wel tof voor op deze broek. Super leuk die ik nu aan heb. Dat is deze ruitjesbroek. Die vond ik heel erg leuk erop staan. En als laatste heb ik nog een roze trui gekocht. Maar dan iets donkerder. Namelijk deze. Die vond ik ook heel erg tof. Lekker basic, lekker chill. Dus dit is alles wat ik heb gekocht in de stad. Oh mijn god, we gaan eten. En wat we gaan eten is McDonald's. Wee! I'm so happy. Ik heb besteld bij Uber Eats. En het is nu gelevigd. Nu gaan we die aan doen en die uit. Hoppa, daar zijn we weer. En can't wait. Look at this bags. Yes. Moet ik het op een bordje doen, man? Oh nee. Oké. Eten, joepie. Dit is een garage. Dit is een mukbang. 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 Ik heb gesproken. Over niks. Hij zal allerlei vragen gaan stellen. Hé, ik denk dat we hem de waarheid moeten vertellen. Oh mijn god. Oh, ze weten het wel. Hey, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is zaterdag. Even kijken. 16 november. Het is nu rond 10:45. Ik ga nu naar mijn werk. Ik werk vandaag van 11 tot 6, dus op zich ben ik best wel te laat een soort van. Nou, niet helemaal, maar wel een soort van. Ja, dus ik kleed me altijd op mijn werk om, dus dit is niet mijn werkoutfit, maar ik heb deze kool aan van de H&M, deze trui van de H&M, broek, Bershka, schoenen, Champions, kettingje trouwens van de H&M. En ik ga er nu vandoor en ik neem jullie met me mee. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Stans Komische Minuutje. Vandaag chocoladekruidnoten. Hoe zijn ze nou eigenlijk gemaakt? Het zit zo. Zwarte pieten houden ook van chocoladefondue. Dus wat hebben zij nou eens een keertje bedacht? Aangezien ze alleen maar kruidnoten en zo eten en schuimpjes. Laten we gewoon gaan chocoladefonduen met kruidnoten. En toen dachten ze, hey, dit is lekker. Dus laten we naar Nederland brengen. En iedereen, oh lekker, lekker. Alleen vinden heel veel mensen alleen de witte lekker. Laat even in de comments weten welke jij het lekkerst vindt. Puur melk of wit.
En misschien krijg je wel een zak van Jamie. Misschien ook niet, ik weet het niet. Maar misschien als je het lief doet of zegt, krijg je een zak van Jamie. En dit was alweer een minuutje. Doei. Don't believe it, just look. Oh, jij mag het weten. Kijk naar jezelf. Ook zonder make-up, ook zonder geld. Jij moet het weten. Dat is wat het. Oh, mooi, ja. Iedereen heeft wel een mening. Maakt niet uit, maar onthoud één ding: dat het goed komt. Als je wel een Goedemorgen, het is vandaag zondag. En jullie zien het, het is een hele mooie dag. Oh oh, oh oh oh. Het is een hele mooie dag. Het is nu, even kijken, het is nu 10 voor 11. Ik ben hier de serie aan het kijken van Nienke Plas. Nienke, als jullie weten, zeker op Videoland. Ja, wat ik vandaag ga doen is, ik ga over ongeveer 2 uurtjes moet ik werken. Tot 6. Dus van 1 tot 6 werk ik vandaag. En best wel leuk. Sinterklaas is trouwens ook nog geweest. En die heeft namelijk iets in onze schoen gedaan. En van mij ligt het al zeg maar in de koelkast. Maar ik heb dus zeg maar dit gekregen. Zeg maar van die chocolade geldbiljetten. Maar het is in de koelkast. En ik heb deze gekregen. Dit is een nieuwe smaak van Fanta, de Dark Orange. Het is zwart en het is orange, dus ja. Dus ja, dat heb ik gekregen in mijn schoen vandaag. Dus dat, ik ga dit even afkijken en dan wow, holy fucky fucky. Dit is te veel aan mijn gezicht in de ochtend. Maar ik ga dus nu lekker dit afkijken. En een kaarspekje zo. I have my apple pie with cream. Dat je dat gewoon weet in het ja. Nee. Sanne, heb jij daar nog wat op te zeggen? Wat is jouw mening daarover? Wat is jouw, inderdaad. Awkward, hè, als er in deze camera op je erin. Mukbang met Sanne. Doe even je mond zo open, dan denk ik. Gadverdamme. Moet je het zien? Ja. Dan moet je niet filmen. We gaan Stans reactie filmen daarop. Dan moet je alleen slagroom, alleen slagroom. Oh! Oké, okay, het eerste wat ik doe altijd als ik thuis kom, is lekker in mijn bed liggen. Dus ook vandaag. Ja, het was super gezellig even op werk. Ik heb nog even gechilled na werk met Sanne en Stan. En nu lig ik heerlijk in bed na een lange dag. Dus, ik sluit bij deze de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om naar te kijken. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet ook zeker niet even dat notificatiebelletje aan te klikken. Dan krijg jij een melding van ik heb een nieuwe video geüpload. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Die volgende week weer online staat voor jullie. Dus tot de volgende vlog. Doei!